Goedemorgen. Dit is het weerjournaal van Weerplaza op maandag 30 september. Het is wisselend bewolkt boven Nederland. De meeste dikke bewolking zit boven de Noordzee en het noorden van Duitsland en daar valt met name vandaag heel veel regen. Bij ons is het ook niet helemaal droog. Verspreid valt een bui met name in de noordelijke helft van het land, maar in de loop van de dag wordt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen droog. De zon die schijnt af en toe en de temperatuur komt uiteindelijk uit op zo'n 16 tot 18 graden. Met daarbij vaak een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig tot soms krachtig. Vanavond wordt het dan weer bewolkt en vanuit het westen valt dan op steeds meer plaatsen enige tijd regen. Vooral in het noorden van het land kan het met name vanavond en vannacht behoorlijk nat zijn. Morgen trekt in de loop van de ochtend de meeste regen dan uiteindelijk oostwaarts weg en van het westen uit klaart het dan ook af en toe op. In de middag vallen in het zuiden nieuwe buien, die kunnen best pittig zijn met mogelijk ook een klap onweer, maar koud is het niet met 17 tot 19 graden. Vanaf woensdag dan gaat het kwik een flink stuk naar beneden, met dan temperaturen rond een graad of 14 op de meeste dagen. Met name woensdag en vrijdag dan is het af en toe nat met verspreid en enkele bui. Donderdag is het wat vaker droog met iets meer ruimte voor de zon. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne dag.